Bam, daar ben ik weer. En daar staat weer een nieuw Formule 1 weekend op programma. En ik ben ook weer terug van weg geweest, want ik had afgelopen week de Rona. En ik had dat ook nog best wel heftig. En als kerst op de taart kreeg ik daar ook nog die laatste dag een fikse oorontsteking erbij. Waardoor ik helemaal niets meer vanuit mijn rechteroor hoor. En eigenlijk alles een beetje raar klinkt en resoneert. Maar dat komt allemaal goed. Het is niet permanent. Dus dan hoor je mij ook niet klagen. Wat gaan we doen? We gaan uiteraard racen op Jeddah dit weekend. En hoewel het weer tussen Red Bull en Ferrari lijkt te gaan, gaan we dit keer voor een team dat toch wel een hart onder de riem kan gebruiken. Het team van Zak Brown, McLaren namelijk. Die hebben het heel erg zwaar. Bungelen een beetje onderaan ergens. Hebben natuurlijk een Mercedes motor, wat al op dit moment niet meer de snelste motor is. En hebben dan ook nog heel veel problemen zelf met hun eigen auto. We kiezen dus McLaren. Uiteraard wel voor Lando Norris. Ik ben een fan van Lando Norris, laat ik het zo zeggen. En gaan we naar Jeddah om te racen. Kijk, en hier zijn we op Jeddah. En ik zie nog geen rook op de achtergrond. Dus de raketinslagen die hebben ze nog niet verwerkt in de 2021 versie. Misschien dat dat in 2022 komt. Nee, even alle gekheid op een stokje. Ik moet zeggen, ik vind het best wel een vet circuit. En ik had niet het idee dat ik dit een vet circuit zou vinden. En misschien heeft het er ook mee te maken dat dit de enige race is die ik vorig jaar heb gewonnen in de F1 2021 League. Maar even dat terzijde. Ik hou normaliter niet van straatcircuits. Maar om een of andere reden, ik kan hier toch wel een bepaalde flow in vinden. En wanneer je dat hebt, dan ga je echt loeihard en de muren lijken op je af te komen en dat geeft je zo'n adrenaline rush. Ik hou er wel van en dat hoort toch ook wel bij racen, vind ik. Ik ben heel benieuwd welke plek we gaan starten. Het is McLaren, dus ik kan me voorstellen dat we ergens plek 6 tot 10 kunnen gaan verwachten. Laten we gewoon meteen checken. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton. Max Verstappen. Lewis Hamilton op pole position. Max Verstappen lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have. Wat een race was dit al vorig jaar trouwens. Perez, Bottas. Daniel Ricciardo. Ricciardo op 5. Sainz op 6. Leclerc 7. Gasly 8. Alonso, Tsunoda. Oké, we gaan heel erg achteraan starten. P12. Dat wordt heel lastig om deze nog te gaan winnen dan. Maar we gaan kijken hoe ver we kunnen komen. Podium. Het zal heel lastig zijn, maar ik ga alles geven. Klein touché met Tsunoda was dat, denk ik. Die kon nog maar net de Ferrari ontwijken. Geen geweldige eerste paar bochten. Kijken of we ons kunnen herpakken. Ik zit in een klein hoekje in ieder geval in deze baan. Kijken of we wat dichterbij kunnen kruipen. Ik remde zo hard dat mijn pedalen helemaal wegschoven. Oh, dat ging echt maar net goed. We zitten in ieder geval weer achter Daniel Ricciardo. Ja, en we moeten flink stampen, dus het gaat wat minder clean als wat ik zou willen. Ze remmen hier zo vroeg, man.
Je zit toch echt te wachten op DRS, maar... Ik denk niet dat dat heel veel gaat helpen. Aangezien het echt een DRS-trein aan het worden is. Maar we moeten nog twee plekken inhalen om kans te maken. Om, ja, om het podium te pakken in ieder geval, laat ik het zo zeggen. En dan hier maar de ERS gebruiken. We remmen daar iets later. Doen we niet helemaal mooi de apex mee kunnen pakken. Maar we zitten wel gelijk achter Bottas. Hij houdt de binnenkant. En nu kunnen we een gooi gaan doen naar het podium. En we hebben DRS. Wel flink zweten. Vlak langs de muren scheren. Altijd een vet gevoel. En we hebben DRS te pakken. Tot stop. We kunnen nu misschien het gat iets dichten. Oh, we missen ons rempunt volledig. Maar wel een tweede DRS. Die laatste bocht die moeten we nog even goed leren te pakken. De twee camphanen met elkaar in gevecht. Oké, eerste plaats. Hij staat op expert difficulty 80. Het is wel duidelijk dat hij inmiddels wat hoger kan. Ik had verwacht met vanaf P12 dat het toch een ander verhaal zou zijn. Maar het is zeker nog niet voorbij. We kunnen nu in ieder geval een vrij lucht racen. Hier trekken we die batterij weer leeg. Moet wel, ronde 4 van de 5. Ging al beter, maar is nog niet wat moet zijn. En nu gaat Max Verstappen de aanval inzetten. In ieder geval heel waakzaam zijn, want hij krijgt natuurlijk de DRS en het gaat moeilijk zijn om hem terug te pakken als het hem lukt. Dus we moeten echt een gat proberen te slaan in die tweede sector. Hier moeten we het verschil kunnen gaan maken. Dus
Zolang je nog met twee banden aan de goede kant van die lijn blijft, is er niks aan de hand. Max Verstappen zit er vlak achter. We hebben nog 18%. We houden de binnenkant. Dat is het enige wat we kunnen doen en hopen dat hij ons niet pakt op het rechtstuk daar. Met een drag race. Pak we hem? Yes! Woe! En daar komt hij voorbij gevlogen. Oei. Niet een hele nette openingsronde, dat zal ik je meteen geven. Maar wat ik zei, hey, we moesten doen wat we moesten doen om in ieder geval kans te maken op het podium. En wat hebben we gedaan? Eerste. Oei. Het zou wat zijn voor McLaren als het lukt. Ik verwacht het van niet uiteraard, maar ik gun het ze zeker. Mijn voorspelling voor de race? Moeilijk. Maar ik verwacht toch wel weer, om heel eerlijk te zijn, en ik zeg het niet graag, maar ik vind het wel gaaf om te zien. Leclerc P1, Verstappen P2 en Carlos Sainz P3. Ik denk dat dat gaat worden. Ik zie een bepaalde hongerigheid, ik zie een bepaalde drive bij Leclerc, die heel erg vet is om te zien. En je merkt ook gewoon aan hem, hij wil letterlijk bij elke sessie, elke vrije training, hij wil gewoon heel even die snelste tijd neerzetten. En eigenlijk leek het ook hier in de derde vrije training erop, dat Max Verstappen met de snelste tijd er vandoor zou gaan. Toen zag hij nog dat Max Verstappen 3/10 de ronde kon komen. Probeer die toch nog een keer. Toch nog even een keertje die auto op P1 proberen te zetten. En daarmee ook gewoon, naar verluid, de auto heeft verlaagd. Weer porpoising heeft in zijn auto. Maar wel naar de snellere is gegaan. Wat ook gaat worden? Geen idee. We gaan het zien. Dit is mijn voorspelling. En ik wens jullie heel veel plezier bij de race van Jeddah. Later!